no one's going to lose. The gamblings were fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. De expositie reist al sinds 2013 over de hele wereld. Maar voor het eerst is de tentoonstelling nu hier in het Natuurhistorisch Museum te zien. Fossielen bekijken die vernoemd zijn naar rocksterren. Een van de eerste die ermee begonnen is Greg Edgecombe, een Canadees van origine. En die vond kleine kreeftachtige beestjes en die beschreef hij dus. Hij zei van ja, ik heb hier vier soorten van eenzelfde groep. Waar lijkt dat op? Nou ja, Sex Pistols. En dat deed hij heel bewust, omdat hij de muziek heel leuk vond. Dus uit respect voor die muzikanten. Maar ook om zijn oudere generatie tegen de schenen te schoppen. Hoewel paleontologie niet meteen doet denken aan rebels, ziet John Jacht dat anders. Ja, ik denk dat ze altijd wel rebels zijn geweest. Alleen het probleem is, je ziet ze niet zo vaak. Paleontologen, dat zijn toch mensen die verstopt hun werk doen. En zeker als het wat groter is en fors eruit ziet en grote tanden heeft. Ja, oké, dan wil je wel het 8-uur-journaal halen of op de BBC komen. Maar dit soort kleine priegelprut voor de buitenwacht dan, wat net zo belangrijk is natuurlijk. Ja, dat spreekt veel minder aan. En nu komen we uit de kast, om het zo maar eens te zeggen. En dat doen ze in stijl. Bij de druk bezochte opening zijn er lezingen, maar ook muziek van de band Heavy Hoompa. Nes Eriksson, de professor die de expositie mee oprichtte, is zelf ook aanwezig. I think the reactions from the very start were amazing actually. People have been very supportive, very positive and think this match between music and art and culture and science is a fun thing that makes you think and smile, and that's what we want. Als je dat op deze manier kunt laten zien, dan heb je pure winst. Dan gaan ze kijken naar wat er geweest is, maar dan leer je ook beter kijken naar wat je nu hebt. En dat we daar zuinig op moeten zijn.